Welkom bij deze video over nail art. Deze keer laten we geen nail art zien met gelproducten, maar we laten nail art zien met leuke nagellakproducten. Nagellak is niet alleen bedoeld voor de professionals, maar je kunt natuurlijk thuis er ook heel gemakkelijk mee werken als je niet gecertificeerd bent als nagelstyliste. Met nagellak kun je hele leuke nail art maken. Kies daarvoor verschillende kleurtjes die mooi bij elkaar passen. Ik heb een beetje blauw-grijs tinten gebruikt die mooi bij elkaar horen. En een leuke glitter nail art die daar mooi bij past. Allereerst breng ik in ieder geval vast de kleur aan. Op de ene nagel de donkere kleur en op de andere nagel de lichte kleur. De kleur die ik heb aangebracht is 914. De Moira Jello lakken die zijn heel mooi en gaal en die lijken echt op gel, maar het is dus gewoon een nagellak. Dus met die Jello lakken kun je eigenlijk gewoon een nagelsalon bij jou in huis halen. Deze mooie lichte kleur die breng ik op de andere vinger aan. En zoals je ziet zijn de kleuren gewoon heel mooi dekkend alvast in één laagje. Deze kleur dat is nummer 1015. We laten de nagellak drogen. Dat zal ongeveer 1 tot 2 minuutjes zijn. Ook een beetje afhankelijk van hoe ruim je de nagellak hebt aangebracht en wat de temperatuur is bij jou in de omgeving. Na het drogen van de basiskleur kunnen we de art gaan aanbrengen. Op de donkere kleur kies ik voor deze leuke effect nagellak. Dat is nummer 998 en die heeft hele leuke zilveren met witte glitters. Je kunt ervoor kiezen om die over de hele nagel aan te brengen, maar je kunt er ook voor kiezen om die gewoon op een geselecteerde plek aan te brengen. Dus bijvoorbeeld alleen bovenaan, wat je leuk vindt. Hier nog een beetje extra glitters. Nou, die laten we even aan de lucht drogen. Dus zoals je ziet, gewoon hele leuke, simpele art. Maar je kunt ook ervoor kiezen om echt een printje te maken met de nagellak. Ik gebruik daarvoor het schaaltje. Daar leg ik wat nagellak op. En ik gebruik de needle, die is echt bedoeld voor nail art. En daarmee kun je heel gemakkelijk leuke stippen maken. Nou, zowel de glitters als de stipjes, die laat ik even drogen. Over de nagellak en de art breng ik zometeen de geltop aan. Het is dus geen gellak, maar het heeft echt de look van gel. Deze topcoat zorgt ervoor dat de nagel mooi glanst, dat het goed blijft zitten en dat het mooi egaal wordt. Nou, de nagellak hebben we even laten drogen en nu is het klaar om dus de topcoat aan te brengen. Deze egaliseert ook de glittertjes en de art gelijk. Nou, deze laten we drogen en na het drogen is je nagel gewoon helemaal klaar. Dan heb je gewoon echt een aantal dagen prachtig mooie nagels en heel veel plezier er hopelijk van. Veel succes!